Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig en een beetje nerveus voor de wedstrijd vanavond. Gezonde spanning bij de voorzitter van Rotterdam, Paul de Vos, voor het duel met Amsterdam. Niet per se vanwege de rivaliteit, maar vooral door de wijzigingen in het team bij Rotterdam. Een tegenvaller is dat center Robert Krabbedam, de man van 2,13 meter, er de rest van het seizoen niet meer bij kan zijn door een scheur in zijn Achillespees. De operatie is geslaagd en dat voelt goed en hij heeft veel geloof bij het herstelprogramma. Maar hij is wel geknakt en dat geldt eigenlijk voor een deel ook wel voor mij. Echt doodzonde in deze fase. Daar tegenover staat de terugkeer van een publiekslieveling. Voor Nederlandse begrippen haalt Rotterdam met LeSjar Andersen een topspeler. In zijn eerste periode, 2 jaar geleden, is hij namelijk halverwege het seizoen topscorer van de Eredivisie. En dan doet zich de mogelijkheid voor dat een paar sponsors in onze verhoudingsgewijs kleine sponsorgroep zo enthousiast zijn dat ze geld bij elkaar willen brengen om zo'n speler terug te halen. Want hoeveel meer betaal je nou aan zo'n Amerikaan dan aan een Nederlandse jongen? Nou, niet zo heel veel meer. Nee, het is meer de zaken eromheen die geld kosten, zoals huisvesting en auto. En hij moet natuurlijk wel een salaris verdienen wat conform de top van Nederland is. Maar we hebben ook een aantal andere jongens die erbij horen, dus in die zin is dat niet zo heel veel meer. Tegen Amsterdam zit Andersen niet bij de starting 5, maar brengt Armand Salomon de point guard pas na 5 minuten. En dan is dit zijn eerste actie. En ondanks een gebrek aan wedstrijdritme door een half jaar thuis zitten, is direct het verschil te zien als Andersen meedoet. Een gelijkopgaande wedstrijd draait naar zijn entree om in het voordeel van Rotterdam. En vooral de lange Lucas Stijn profiteert erg van zijn nieuwe teamgenoot. Het is de mooiste score van Lucas Stijn. Hij komt in totaal tot 26 punten in deze wedstrijd. En bij rust leidt Rotterdam comfortabel. Na de pauze slaagt Rotterdam erin om het zichzelf nog erg moeilijk te maken. Vooral onder aanvoering van Dimeo van der Horst komt Amsterdam terug tot een verschil van maar 3 punten. Nicky Hulsebos hier met de score. Toch lukt het Amsterdam dat het jaar goed begon met een zege op topclub Den Bosch niet om nog dichterbij te komen. Sergio de Randami benut de door Andersen gecreëerde ruimte. Beide ploegen strijden samen met Leeuwarden voor de 5e en de 6e plaats in de competitie. Die recht geven op de play-offs aan het einde van het seizoen. Want de eerste 4 plaatsen gaan vrijwel zeker naar Den Bosch, Leiden, Zwolle en Groningen. Rotterdam heeft een goede kans op die play-offs. Alhoewel het afwachten is of het verlies van Robert Krabbedam in de topwedstrijden ook goed wordt opgevangen. Want tegen Amsterdam lukt dat prima. Het wordt uiteindelijk 76 tegen 69 voor Rotterdam. En misschien is dat wel een voorbode voor meer. We have a tough team and I think you know also other teams are tough, but I think you know any game if we bring it to them and we bring our A game that we could take a W. Yeah, but is it possible to win from the top teams? Yeah, I think it's possible. For sure. You're confident. Yeah, I'm confident. I'm very confident.